Nou, ik ben nu op de IVA in Driebergen en ik ga vandaag een meeloopdag doen. Spannend! Dag dames, goedemorgen. Goedemorgen Yvette, welkom op de IVA. Ik ben Julie. Hi Julie. Hi, en ik ben Celia. Kom je mee naar binnen? Ja. We lopen nu naar het eerste lesuur en dat is management. En hierbij leren we eigenlijk hoe we het beste leiding kunnen geven in het bedrijf. Oké, ik ben benieuwd. Gezag van de manager. Marco, het gezag voor jullie manager, is die goed of is die minder goed? Dames, we staan hier nu binnen in een ander gebouw. Wat wordt hier gegeven? We zijn hier nu in het technisch centrum en hier krijgen we eigenlijk een beetje meer inzicht in wat er allemaal in de auto zit. We gaan niet echt sleutelen, maar ja, het is eigenlijk de bedoeling dat we een beetje inzicht krijgen in de techniek van de auto, zodat we goed met klanten kunnen communiceren. Ja. Want het is niet echt de bedoeling dat we hier monteurs of zo worden. Oké, maar we gaan wel naar overal, of niet? Ja, zeker. Dat hoort erbij. Oké, let's go. Nou, de ochtend zit erop. We hebben nu even lekker pauze. Maar ik vroeg me nog af, waarom heb je eigenlijk voor de IVA gekozen? Mijn vader heeft zelf ook op de IVA gezeten en zit ook in de branche. Dus daarom is eigenlijk mijn interesse voor de IVA ontstaan. Oké. Okay. En ik heb ervoor gekozen omdat het een brede opleiding is. Je kan er veel kanten mee uit en ik weet niet precies wat ik wil gaan doen. Dus ja, daarom ben ik hier terecht gekomen. Celia, naar welke les gaan we nu? Ja, we gaan nu naar consumentenverkoop. Dat houdt in dat we nu gaan leren hoe we een auto moeten gaan verkopen. Oké. Okay. Net uit een les verkooptechniek. Superleuk, hier word je dus gewoon klaargestoomd voor de showroom. Maar nu moet ik door naar mijn volgende les. De laatste les is voor mij aangebroken. Het vak marketing. Is dat iets wat je ligt of marketing? Ja, ik vind marketing wel een interessant vak. En waar hebben jullie het nu over? We gaan het nu hebben over direct marketing. Dus hoe kan jij de klant op een directe manier bereiken? Ik ben benieuwd. We duiken in de boeken. Als ik jullie nou zou vragen van... Leg mij nou eens uit wat het verschil is. Wat is strategische direct marketing? Nou, ga nu even gezellig bij mij thuis lunchen. Nou, ondertussen ben ik al lekker aan het lunchen. Het ziet er echt super uit, meiden. Ik heb nog wel een vraag. Ik ben even benieuwd in hoeverre automotive echt terugkomt in de studie. Voornamelijk in het eerste jaar bij veel automotive waar we mee werken. We hebben veel techniekvakken, elektrotechniek, voertuigtechniek, waar je echt continu met de auto's bezig bent. Bij vakken als marketing, management wordt de auto wel als voorbeeld gebruikt. Maar niet dat de lessen er echt speciaal op gemaakt worden. En in het derde jaar dan richten wij ons op bredere branches, zodat wij meer beeld hebben van wat wij na de IVA kunnen gaan doen en wordt die auto iets minder in het middelpunt gezet. Nou dames, ontzettend bedankt dat jullie mij wilden begeleiden op deze meeloopdag. Ik vond het super leuk. Ik denk echt wel dat ik een goede indruk heb gekregen van de lessen en de school. En ja, ik hoop jullie snel weer te zien eigenlijk. Ja, ik hoop dat je een goede keuze kan maken. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Oké, tot ziens hè. Doei. Doei.